maandag 2 januari op de markt in Hardenberg. Hebt u nog een beetje zin in het nieuwe jaar, meneer? Ik heb er wel zin in. Maar ik had vorig jaar ook wel zin in. We gaan van het jaar gewoon weer verder, zeg maar. Met wat? Ja, nou ja, ik doe vrijwillig werk bij HHC, bij voetbal. Dus nu zaterdag is weer een oefenwedstrijd thuis. Dus ach, dan moet ik voor de tijd moet de boel nog even klaar zetten en dat allemaal. Dus, dat is ook al 12 jaar dat vrijwillig werk. Dus, Een zinvolle bezigheid dus? Ja. Ja. Wat is daar zo leuk aan? Ja, nou, ik heb al in de fabriek gewerkt. En ik moest toen 3 jaar nog solliciteren als vrijwilligerswerk. En zodoende ben ik daar als vrijwilligerswerk. Zo heb ik al die binnen zat ik te werken, zeg maar. En nu in de buitenlucht. Ik zei, nou, toen had ik in de gaten van, nou, ik mag nou wel naar de sportschool. Maar ja, nu daar lopen van het ene veld naar het andere veld, dan ja. Okay. En mooi, en nou ja, we hebben een mooi groepje. Dus, 2023, staat er nog iets bijzonders op het programma? Nee, niet echt zo. Nee. Of u zin hebt in het nieuwe jaar? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Bijzondere jaar voor u, voor de familie? We gaan verhuizen. Waarheen? Hier in Hardenberg. Oké, nou, ja, bijzonder. Ik heb er wel zin in. Heb je zin in het nieuwe jaar, mevrouw? Je hebt groenten ingekocht, appels. Wil het gezond starten, zie ik. Maar dan kom ik het jaar niet meer door. Dat denk ik ook niet, maar het is wel een beginnetje. Ik kom hier elke week en het zijn heerlijk appels en sinaasappels. Maar de markt is klopt. En 2023, hoe kijkt u daarnaar? Nou, positief, hè. Ik laat alles op mij afkomen wat mij afkomt. Alle goeds en alle... Zijn er nog hoogtepunten waarvoor u, dat u naar uitkijkt? Ja, ik word dit jaar 80. Zo, en nou. Mijn man is pas 80 geweest. Of de Hardenbergers zin hebben in het nieuwe jaar? Nou, dat maken we ervan. Ja, dat maakt het. Oké, en voor u persoonlijk? Iets bijzonders dit jaar? Nee, of? Niet bijzonders. Maar ik hoop alleen gezonder door te komen. Natuurlijk hebben we zin in het nieuwe jaar. Ja, dat het nieuwe jaar moet van alles weer brengen, dus daar hebben we zin in. Bepaalde verwachtingen? Oeh, dan vraag je er een beetje te ver in voor, hoor. We laten het jaar gewoon naar ons toe komen, dus dat, we zien wat het brengt. Kunt u zeggen hoe u tegen 2023 aankijkt? Maak ik grote zorgen om. U bedoelt over de situatie in het algemeen, ja. Of iets persoonlijks? Nee, in de situatie in de hele wereld. Ik maak me grote zorgen om de situatie in de wereld. Oorlog, crisis, de een na de ander. En ja, dan zal ik met veel mensen delen, denk ik. En waar put u hoop uit? Ik hoop altijd dat mensen nog een beetje meer aan anderen denken. En niet alleen aan zichzelf. Want daar zit natuurlijk heel veel, moet ik zeggen, oorsprong in van kwaad. Dat je nooit rekening houdt met een ander. Het gaat de goede kant weer op. Dus. Wat bedoelt u? Het gaat de goede kant op? Nou, met de corona en zo is het wat vrijer wat weer. Ja. Alleen een beetje beter weer mocht wel. Het weer is toch wel extreem voor de tijd van het jaar, toch? Klopt. Maakt u zich daar eventueel zorgen over? Nou, niet echt alles veranderd. En dat verandert ook mee. En is 2023 voor u persoonlijk nog een positief jaar? Nou, als ik maar gezond blijf, dat is het belangrijkste. Ja? Positief? Ik ben wel positief. Ja hoor. Positief omdat? Nou, de economie gaat wel weer wat opkrabbelen, dus ik zie dat wel zitten. Ja. En de inflatie? Inflatie hebben wij juist denk ik alleen maar voordeel van. Als de boel duurder wordt, moeten de mensen juist naar de markt, zou je zeggen. Merkt hebt u dat gemerkt afgelopen jaar? Nee, in de omzet? Nee, het is niet rustiger geworden, maar ook zeker niet veel drukker. Het is een beetje gelijk gebleven. Want dus u staat hier wel alleen, zie ik, op de maandag. Dat heeft met de tijd van het jaar te maken. Normaal gesproken staat de markt vol, hoor. Hebt u zin in een nieuw jaar? Ja, ik heb wel zin in een nieuw jaar. Is het een bijzonder jaar voor u eventueel en uw familie? Nou, ik ben net moeder geworden, dus het was vast een mooi jaar. Gefeliciteerd. Ja. Hebben jullie nog een beetje zin in het nieuwe jaar? Ja, op zich wel. Ja? Wordt het een bijzonder jaar eventueel voor jou? Nee, eigenlijk gaan we leven gewoon door zoals het ging. Ja, en waar is dat mee dan doorgaan? Opleidingen afmaken, gewoon werken. Ja, oké. En jij? Ja, ik moet gewoon naar school, hè.